Yes.
Ja, det är för mamma igen. Mamma är ut. Det är ett stycke. Ja, je moet ja, ze moet die maar dragen. Ja, is goed. De wind kan ik. Mis je nou op? Als dan nou de knop te drukken. En dan voor en achter. Nee, zo. Dit kan vanzelf. Nee, doe wist die beta, hè? Zo. Beta, hè? Kan ze misschien wanneer VHS aan staan? Kan ze die afmonteren of de VHS dan doen? Zijn die dezelfde rollen? Datum is er. Ik weet wat voor je bent. Vanaf, vind je dat hij met de klok niet op de gang komt? Ja. Was dat? Toch de master niet komen. Was dat binnen in de kapel? Ik vind het de Hallo, Ja, nu gaan ze gewoon daar, dan kun je steeds weer van daar. Ze willen de boerderie ook. Oh, dan. Die hopen ze nu al. Ja, ja. Dan komen ze. Mooi met dingen, dus ja. Ja, ja. Willen niet dat ding, zeg maar. Hé? Willen niet dat ding. Je kan ze toch. Ja, zit ze er, want dan heb ik ze. Ja. En dan gaan ze slapen. Hoef ik niet te gaan ze die, dat is wel. Actie dingen. Nou, maar ik hou me niet. Want er is geen ding in de buurt. En dan wil ik niet, dan mag ze dat maar zeggen. Nou, dat is het goed. Zo jongens, dat is goed, zeg het nou, dat is het.
Dag zo. Ja. Kom. Slaken. Hij bobbelen. Thank you.
Mag het je samen in? Dat is veel leuker. Ik was gevallen in de week. Morgen een kwart op zes lagen we wel dan. Ja.
kleintje was pas 9 maanden, dus. Oh, en dan met krukken. Ja. En je hebt het werkelijk dus nu met 2, je wat je met je handen doet. Mm. Alhoewel ik in huis tegenwoordig dus wel met 1 kruk aanvraag. Ja, ja. 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 Maar dan kun je eens plantenwater geven. Ja, ja. En met koken. Dat wel, als je op het andere ja, ja, met voeden. Ja. Is, dit wordt op het moment ook behoorlijk getraind, dus dat, dat kan gewoon. Ja. Ja, doorzetten, hè. Nee, dat had allemaal veel erger. Ja, ja. Dat is toch een beter. Dat is een hele opluchting. Zeker. Zullen wij eens een plaatsje gaan zoeken, Amelie? Ik heb net een tijd van het. Zij hadden van een hoortje. Er gaat er toch een baby dik doen? Die doet gewoon zo baby. We kunnen ook wel gaan zitten, hè? Ah, je kan er wel even bij. Staan bij Frederik en Denise staan, dan maakt het niks uit. Ja, die wou ik niet.
Ik heb het vandaag gehoord. Ik vond het prima. Ik weet niet of dat het te doen is, maar als het niet mag, wordt het redelijk schaarig. Thank you.
We zijn als gemeenschap hier bij elkaar gekomen. Allereerst de gemeenschap hier uit Ingber. Ter gelegenheid van dat 40-jarig bestaan van uw kapelletje. Dat mag ik wel zeggen. En als we het woord gemeenschap zeggen, dan mogen we terecht hier voor Ingber zeggen. Waar de mensen zich inderdaad heel nauw verbonden weten. We merken dat telkens om de 2 jaar minstens al, als we met de processie hier komen. We hebben het ook weer gemerkt vandaag rond dit feest, maar ook in het leven van alle dag. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Merkt u dat u op elkaar niet alleen aangewezen bent, maar ook wilt zijn. U bent wat dat betreft eigenlijk een voorbeeld. Maar we zijn niet alleen gemeenschap van Gulpen, of gemeenschap van Ingber, we zijn ook gemeenschap in Gulpen. En ik ben ook blij dat vele mensen uit Gulpen, ik zie ze hier ook zitten en staan, helemaal uit Gulpen, hè. Beneden ligt dat, toch een beetje, hè. Hier naar boven gekomen zijn. En dat we het op een gegeven moment als, dat hebben de kerk ook al gezegd, het feit dat we gemeenschap zijn, kunnen we als kerk telkens opnieuw ook zien. En u weet het allemaal, we hebben het als grapje wel eens een keer gezegd, van alle mensen die van één bruid de kerk zouden wegblijven. Nou, dan waren er heel wat lege plekken bij ons in de kerk. Daarom ook symbolisch hebben we gezegd, mensen, we doen nou 1 keer die mis van 11:30, vergeet die maar. Want ik denk dat er best nou nog mensen daar staan die met een lang gezicht daar lopen, want het was toch afgesproken dat daar een mis was? Nee, er is nu geen mis daar. De mis is nu hier, bij gelegenheid van het bestaan, van het 40-jarig bestaan van het kapelletje. We hebben daarvoor gekozen, u hebt het zelf gezien, dat we hier bij elkaar zijn, het gelegenheidskoor, de jeugd, hier, grotendeels van Ingber, onder leiding van onze kaplaan, die deze mis zal opluisteren. Aan de andere kant ook de gemeenschap zelf, groot en klein, iedereen is hier aanwezig. En hoe kunnen we dit anders doen, als juist met de gemeenschap van de kerk. We staan hier voor het kapelletje van Maria. Maria van Fatima, deze mis willen we ook heel speciaal tot de moeder Gods bidden. We willen ook in de preek daar iets over zeggen, juist over die Maria-verering. Samen gemeenschap, zei ik al. Samen gemeenschap wil zeggen
sterk staan in goede en kwade dagen. Ook naar jezelf durven kijken als het eens een keer verkeerd gegaan is. Daarom, zoals we dat altijd doen aan het begin van de Eucharistieviering, willen we God en elkaar vragen om vergeving voor al die momenten in ons leven die wellicht afbreuk hebben gedaan aan onze gemeenschap. Daarom, broeders en zusters, belijden wij die als onze zonde, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie ook goed te kunnen. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, om mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Thank you.
Jacobus en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, zoon van Alfeus, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jacobus. Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Halleluja. Evangelie van onze Heer Jezus. In het leven vaak een halfwas nodig. Die wordt dat allemaal beamen. De zieke zoekt halfwas aan een stoel of een tafel. Een bejaarde zoekt halfwas aan een stok. Allemaal willen ze zich veilig. Maar er zijn ook problemen in het leven waarbij een stoel of een stok niet voldoende zijn. En dan zoeken mensen andere mensen. Zo zoekt een kind de hand van vader en moeder. Mensen zoeken houvast. Maar er zijn in ons leven ook situaties dat we niet alleen op anderen kunnen vertrouwen. Soms, waarom worden er in onze tijd nog zoveel kaarsjes bij Maria aangestoken? Of we zouden vragen waarom, zeker in onze dagen, eens wel eens af, hoe kan dit of dat gebeuren? Hoe of wat moet dat betekenen in mijn leven? Waarom overkomt mij dat nu? Als onze menselijke krachten tekortschieten, staan we inderdaad wat eerder uit de drukking komt. En dan komen we bij Maria. Maria, een voorbeeld voor ieder van ons. God heeft immers de mens geschapen naar zijn beeld. Maar als we eerlijk zijn, bij ieder van ons wordt dan de eerste christenen die al in hun nood steeds tot Maria gingen. Dat zien we de loop der eeuwen al. U weet het, van Lourdes tot Fatima. En daar staan van deze kapel hier het ingang toch ook heel nadrukkelijk, want het is ook de bedoeling van ons bijeenkomen hier, onze toevlucht nemen tot Maria. Onze lieve vrouw van Fatima. Want laten we eerlijk zijn, ook in onze plaatselijke gemeenschap, zijn vele geestelijk noodlijdend. Velen voelen zich, ondanks toch toegenomen welvaart, vaak eenzaam. Ten diepste.
nog zoveel generatie voor ons van de kracht die juist daarvan kan uitgaan. Dat is het vaak met vallen en opstaan, maar met name ook van een echte, diepe Maria. Dat wij inderdaad ook vanuit ons hart weer eens echt kunnen zeggen, zoals we hier ook bij elkaar zijn, jong en oud. Het is goed, Maria, dat u er bent. Er worden, beste mensen in onze tijd, dacht ik, zoveel mooie dromen stuk geslagen. Zoveel dingen zouden zoveel beter kunnen. We hebben ook zo weinig zuivere mensen. Dat bedoel ik, mensen waar we tegenop kunnen kijken. Er zijn zo weinig voorbeelden waar we ons aan kunnen optrekken. Maar daarom, en daarvoor is er toch ook. We zouden het allemaal zo graag willen, we maken het allemaal vaak zo weinig nog waar. Zij, Maria, houdt in ons die droom naar dat edele, naar dat eeuwige ook wakker. Want ook wij dragen inderdaad die droom in ons hart. Dat wij op een gegeven moment elkaar daarin zouden en willen bemoedigen. Dat wij op een gegeven moment proberen dat ook waar te maken voor elkaar. We weten het, we leven in een tijd, zeker gelovig gezien, die niet altijd even makkelijk is. Maar ik denk, als we weer opnieuw ook heel persoonlijk zouden gaan proberen onze knie even te knielen. Als wij vanuit ons hart opnieuw zouden proberen die link te leggen. We zijn al in het begin van deze viering. We zijn als gemeenschap hier bij elkaar gekomen. Heel symbolisch ook. Jong en oud. Mensen van Ingborg, mensen van Vulpen. Mensen die hier gewoond hebben. Wij als priesters kunnen niet voldoende u daarop wijzen. Om die Eucharistie weer die plaats te geven. Niet zozeer omdat het zo zou moeten van dwang van buiten. Nee, het zou de dwang moeten zijn vanuit ons hart. Omdat we weten dat uiteindelijk in ons leven wij willen bouwen op andere waarden, op die eeuwige waarden. Dat wij niet kunnen zonder de hulp van God hierboven. Mogen Maria ons helpen om dit ook in het leven van alle dag te maken. Ik wil u dan Thank you.
laten wij bidden. Heer, nu wij het onderpand hebben mogen ontvangen van verlossing en eeuwig leven, wenden wij ons bidden tot u. Laat ons altijd de moederlijke hulp ondervinden van de heilige Maagd Maria, om zo met ons leven van het evangelie te kunnen getuigen en zo onze wereld te vervullen met de gaven van de heilige geest. Mag ik namens het comité dat voor deze gelegenheid uitgebreid is met 5 mensen mij tot u wenden. Samen met de overige mensen van Ingber hebben wij u, oud-Ingbernaren, van wie de oudste 91 jaar is, in warm onthaal willen bereiden. De interesse en de warmte die u meegebracht hebt, spreekt alle mensen van Ingber aan. Ook de oudste die 90 jaar is. Gelukkig mag ik haar hier in ons midden zien. Velen zijn hier gekomen, hebben toch al dagen uitgekeken om hier naartoe te komen, om hier een stukje van de warmte van hun jeugd, van hun stuk van hun leven te vinden. De kapel is op Ingber waar iedereen in begrip geworden. Een kleinood zou men het kunnen noemen. Een kleine woning waar onze mevrouw van Fatima woont. Vaak is deze plaats een treffpunt voor steun aan elkaar in tijden van pijn en verdriet. Vandaag is het een plaats voor feest, omdat onze lieve vrouw van Fatima hier al 40 jaar iets uitstraalt, wat moeilijk onder woorden te brengen. Een gave zou men het misschien kunnen noemen. En om u te laten delen in deze gave aan iedereen die hier gekomen is. Een bijzonder woord van dank aan de hogerwaarde heer Deken en de acolyten met de misdienaars en misdienetten. Aan de wellerheerwaarde heer Kaplaan Nevelstein en het koor dat de Eucharistie op voortreffelijke wijze opgeluisterd heeft. Op voortreffelijke wijze. Ik vraag me af, hoe is het mogelijk? Wat hebben ze uit de grond gestapt? Aan de harmonie, die door hun muziek aan dit feestelijk gebeuren een bijzonder cachet heeft gegeven. Aan iedereen die op een of andere wijze bijgedragen heeft tot deze luisterrijke eucharistieviering, ook door de versiering en de prachtige bloemen. Mogen deze viering een licht zijn op het soms donkere pad van onze toekomst. Deze schone woorden van de voorzitter van het comité. Tot slot kan ik u ook zeggen dat de kaplaan en ik met bijzonder veel plezier hier naartoe gekomen zijn om samen met u Eucharistie te vieren. We zijn in het al, we voelen het, het is al gezegd, inderdaad, gemeenschap wil zeggen dat je samen probeert een stukje gestalte te geven van hetgene wat in je hart leeft. Maar uiteindelijk zijn wij maar mensen. En mensen falen. Mensen halen niet altijd datgene wat ze zouden willen. Daarom goed dat Maria er is. Goed dat we kunnen geloven. Goed dat God er is. Zijn zegen tot slot mogen we over u afbidden. De Heer zal bij u zijn. Zegen u, de Almachtige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Jesus, in love.
mag ik u aan het einde van deze Pijkerhulstiefviering vragen de harmonie te volgen naar het Frühschoppen. We zullen hier een eindje verder, zullen we de feestgelegenheid maken, dus u aan het uitgenodigd wordt tot het Frühschoppen. Thank you.
zit hier al ganz viel, ich kann denn ja denken da. Ich denke, wir sind noch zu lang. Ja. Aber dann rast du die Tür. Ja, ja. Thank you.
gehoord. Dat moet je weten nou ook, over een deur schieten. Dat moet je vandaag dat je
wie gaat het volgen? 40 jaar en nog langer geleden was al bekend dat de omtrek van de aarde 40.000 kilometer is. De mensen van Inkber waren toen en nu nog ongeveer 1,50 meter en 2 meter groot. Dat verschil was 81 miljoenste van de omtrek. Dat verschil was dus uit te drukken in een getal. Nu echter spreken we van miljarden kilometers naar de planeten. En dan is dat verschil van 50 centimeter zo klein dat het bijna niet meer uit te drukken of te zien is. Zo ook de mensen van Inkber. Wie kan zich nog beroepen op groot of klein? Al fantaseren we misschien nog wel eens met elkaar over elkaar, we respecteren het leven denkpatroon van elkaar. De tijd van potjes van de lantaarnpalen werpen is voorbij. Er zijn geen stenen en geen lantaarnpalen meer. Er zijn ook geen boomgaarden meer langs de weg naar school. En waar zijn de klompen van stuiperdijken? Heel wat wondjes zijn na zoveel jaren geheeld en lachend zullen. Het waren juist de mensen van Inkber die de kerk van Gulpen ontzet hadden. Ook nu maken onze gemeenschap er best nog zijn. We hebben nog steeds een lid van de gemeenteraad, ten huize waarvan ik de naam niet wil noemen. Vervolgens twee leden van het kerkbestuur wonen aan de hut. Wat tegenkomt dat er mensen zijn op die fietsen die dan zeggen, niet allemaal, maar een aantal die zeggen, waarom sluiten ze de weg af, die mensen zijn debiel hier enzovoorts. Helaas dat die mensen dan niet de rijkdom kunnen zien van een kapel en een kapelfeest. Wanneer de eerste feest met lozen vele jaren tot haar dood de klok geluid. De generatie voor ons heeft met als comitéleden de heren Alfons Gebied, Willem Peerboom en P. Gerkens ons in groot erfgoed achtergelaten. Mevrouw Vluggen de Bie. Mevrouw Vluggen de Bie. Dus het... is de microfoon buiten niet te verstaan. Ja, is niet zo erg. Dus, ja, 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 ja. Ja. Dus met welk, ik zal even daar een beetje teruggaan. Dus met welk diep respect heeft mevrouw Krantz uit loze vele jaren tot aan haar dood de klok geluid van de kapel. De generatie voor ons heeft een groot erfgoed achtergelaten. Mevrouw Vluggen de Bie, u hebt een stuk van uw leven aan de kapel besteed. Niet alleen door ze jarenlang te poetsen en te sieren, maar ook door vanaf 1965 mee de klok, tot uw vertrek naar Gulpen, de klok te luiden, heel dichtgetrokken. Wie, uw man, wanneer hij bij uw afwezigheid niet thuis zou zijn om de klok te luiden? Het is bijna een onmogelijke opgave iedere dag de klok te luiden. Het comité wil, namens het comité wil ik u dan ook een herdenkingsbord aanbieden uit dankbaarheid. Dat applaus heeft ze groot verdiend. Mevrouw Raven, we hebben mevrouw Bie uit erkentelijkheid namens het comité een bord kunnen aanbieden. U hebt ook jaren... misschien niet zo lang de kapel verzorgd, toch vonden wij dat ook nu voor dat werk dat u met zoveel enthousiasme en op zo'n hoge leeftijd deed in een denkingsbord toekomt. Daarom hadden we ook graag dat u even terugkwam om het bord in ontvangst. Het is, dacht ik, gewoon heel duidelijk dat de hoger werelddeel Deke Hafman zijn bord aangeboden krijgt. Niet alleen omdat wij tot zijn feest verlaten heeft, daarom wil ik kaplaan Nevelstein verzoeken dit bord van Deke Hafman zijn ontvangst te nemen om hem te overhandigen.
meneer Kaplan, dus even wachten. U hebt, meneer Kaplan, heel wat wegen moeten maken. En heel wat moeten vergen van uw dirigeerkunst om het gelegenheidskoor de zang bij te brengen. Die nodig was, de zang die nodig was om de heilige mis op te luisteren. Mogen dit bord in herinnering zijn aan onze kapel en aan uw dirigententijd van Ingeborg. Dat betekent dus, de laatste maar niet in het minste, de gemeente heeft een goede medewerking verleend. En daarom, meneer Lofti, als ik dan zeg, aan college, dan wil dat zeggen dat ik mevrouw Overdijk, Anke Overdijk, die heeft zich verontschuldigd. Burgemeester met mevrouw, die waren aanwezig. En de heer Lofti met mevrouw zijn nog aanwezig. En het verheugt ons ten zeerste dat u als college hier op Ingeborg aanwezig bent. Niet alleen als persoon, maar ook als zodanig in uw functie. De burgemeester en de wethouders waren aanwezig. Ze klinkt het straks en morgen. Dit heeft meer betekenis dan u zelf misschien zou vermoeden. Als teken van erkentelijkheid in deze mag ik u, meneer Lofti, een bord, een herinneringsbord aanbieden namens het comité van de gebouwde Nijmegen. Goed dat u dit aan de burgemeester overhandigt. Een hartelijke dank. Beste mensen, nog heel kort. Een en ander mag aanleiding zijn voor het prettig gesprek vanmiddag. Een en ander van bovenvermelde mag aanleiding zijn voor het prettig gesprek vanmiddag over lang vervlogen tijden met mensen die u misschien jaren niet meer gezien hebt. Zoek elkaar hierop en geniet van een stukje eigen historie en beleefde verhalen. Dit feest mogen een voorproef zijn van het grotere prettige middag.
Try to please me, but what you know.
Een speciaal verzoek van de première gaan proberen met de sneeuwwalzer. De jongen wil een scherp walzen. We maken er gewoon een damewal van. We maken er gewoon een damewal van. Een dame gaat de première worden, kind is dansen. Yeah.
Bürger in der Oosterdrink mit der Festwiesenpolka. Van de Blue Diamonds. Little Ship Keep Sailing.
snap ook hoe dat moet heen. Ik snap ook hoe dat moet heen. Zo had ik mijn vrienden niet gedaan. Wat? Zo had ik mijn vrienden niet gedaan. Let me see.
Thank you.
andere vloerenvullers die hebben van 15 jaar en jonger. Al de jeugd die hier is van 15 jaar en jonger. Allemaal zien we nog kerst geworden. Voor niks aan de Schuster gewoon onder. Dan mogen ze nog lappen en hakken lopen. Dat hebben we hier van de organisatie. Kom, blijf hier. Blijf hier. We zitten onder een kwier. Ah, daar komen er nog meer. Daar komen er nog meer. We zijn van met vier. Kom, onder de 15. Kom. Alles onder de 15 die we in het orkest komen. En ik zie jullie de chance. Ja, die is 16. Oh, dat is maar stil. Het is allemaal over de 16 die hier komen. Nee! Ja, we staan ver hier. Er komt nog erbij. Kom. De film, kom nu hier, kom terug. Dan komt er op de film door. Kom op, dan komt er op de film. Jawel, de kinderen allemaal. Ik doe hem voor jou. Daar kun je vandaan.
dan komt dat ook, dan werd dat uitgezonden. Een dat tier valt van de mountain mag ook liggen, ja? Ja. Het is een oude kwade tier, komt op de televisie. Op Nederland 1. Kwade van de mountain mag ook liggen, kunt dat zien. Ja. Dames en heren, we hebben hier ook nog een zanger bij ons. Dat klinkt hier veel minder zo. Dat klinkt hier veel minder zo. Ik hoop dat er met vuur door Bruno Volpe. Thank you.
en wonderbaar. Got
I know the woo woo woo.
Met de trompeten echo. Ja,
dat maar zo. Wacht dan met hoor. Speciaal verzoek moet gedaan worden tot Brunnenvrouwen. Dan kun je het daar ook nog. Ja, ik ken het niet meer.